Tijdens de 9e landbouwtentoonstelling zijn 92 landbouwers in aanmerking gekomen voor een prijs omdat zij de beste gewassen hadden geëxposeerd. De prijzen zijn aangeboden door het ministerie van LVV en de Lions Club Quatta. In totaal hebben 192 landbouwers deelgenomen aan de landbouwtentoonstelling. De prijzen die de landbouwers hebben gewonnen zijn landbouwchemicaliën die de gewassen beschermen en de kwaliteit waarborgen. Volgens LVV-minister Suresh Algu doen onze landbouwgewassen niet onder voor buitenlandse gewassen. Maar wij moeten ook kunnen bewijzen wat onze landbouwers kunnen. En wanneer je naar de producten kijkt, mensen stellen de vraag van, kan er zo'n grote cassave geproduceerd worden? Ik zeg van, maar u ziet het zelf. Het is een bewijs. De potentie is er. Je maakt de mensen bewuster. Bepaalde mensen zeggen van, kan broccoli hier groeien? Ik zeg van, u ziet het zelf. Het is niet wat wij alleen zeggen en wat eigenlijk op research is gebleven, maar de landbouwers nemen dat over. En dit zijn de bewijzen dat onze landbouwers het wel kunnen. De minister complimenteerde de landbouwers door aan te geven dat ondanks de moeilijke economische situatie, ze hebben bewezen dat ze willen werken. En als de gemeenschap meer producten koopt die lokaal geproduceerd worden, komt ons land zeker tot grotere hoogte, zei de bewindsman. Waarom? Omdat over het algemeen de landbouwers, wanneer ze gebruiken ze vooral diesel en de dieselprijsstijging met 17 cent. Dat is één, maar tweede, het is juist een opportunity voor onze Surinamers wanneer men dan geïmporteerde producten duurder op de schappen komt, dat men dan lokaal meer kan produceren. En ik geef een voorbeeld, paprika. Als ik een vergelijking mag maken van 2006, omdat ik 2006 nog coördinator was, regiomidden, was ik begonnen met uittesten van verschillende variëteiten van paprika. Toen importeerde Suriname ietsje meer dan 90% van de consumptie van paprika uit het buitenland, hè? Verschillende landen. Vandaag op de dag is de import wat wij consumeren in Suriname om bij 7% alleen. Dus dan ziet u dat er een stijging is in lokale productie. En door de tentoonstelling en door de prijsstijging van geïmporteerde producten, ziet u dat mensen ook overstappen naar die gewassen wat geïmporteerd wordt om lokaal te telen. Dus dat betekent dat er wel opportunities zijn voor onze producenten. Minister Suresh Algu heeft vanmorgen tijdens de landbouwtentoonstelling aan 92 landbouwers prijzen overhandigd.